For more media content from Grace Community Church in San Antonio, Texas, go to gccsatx.com. Media used by permission of Heart Cry Missionary Society. Visit us online at heartcrymissionary.com. Paul Washer starts preaching about 5 minutes into this service. Trouwe God en Vader in de hemel, opnieuw mogen samenkomen rondom een open Bijbel. En als we stil worden voor u, dan beseffen we dat als we aan één iets behoefte hebben deze middag, dat is dat u door uw Heilige Geest in ons midden bent en ons leidt in uw waarheid. Dat is de belofte die daar ligt en daar willen we ook vanmiddag op pleiten. Dat u hen die u kennen zal voeden en zal versterken. En dat het ook als het gaat om het getuigen zijn. En ik weet dat er velen hier met allerlei vragen lopen, ook rondom dat thema. Heere, geef dat we met elkaar een gezegende middag hebben. Dat we ook op dat gebied onderwijs van u mogen ontvangen. Wij willen ons hart ook vanmiddag voor u openstellen voor wat u door onze broeder heen te zeggen heeft. Zegen hem, zalf hem en verheerlijk ook deze middag uw naam. We leggen alles in uw handen en we zien uit naar wat u ons ook vanmiddag bekend wil maken. En dat alles tot eer en glorie van uw grote naam, om Jezus wil. Amen. Ik wil één vers meegeven vanmiddag en het is goed dat je dat er even bij opslaat. Dat is Hebreeën 11. Hebreeën 11. We denken met elkaar na over het thema getuigen zijn. Hoe doe je dat? En misschien stelt het heel erg teleur, maar ik denk dat voor getuigen zijn geen methodiek beschikbaar is. En we geen systeem kunnen verzinnen. Maar in Hebreeën 11 komt iets heel moois naar voren uit het leven van Noach. Hebreeën 11 en dan lezen we het 7e vers. En daar staat het volgende. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde, van de dingen die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin. Door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam van de rechtvaardigheid die naar het geloof is. En hier komen twee dingen heel eenvoudig naar voren in dat vers. Uit het leven van Noach blijkt dat hij God geloofde op zijn woord. En dat is het eerste vereiste, dat wij op het moment dat wij in deze wereld staan, de Bijbel aanvaarden als de waarheid die God ons heeft gegeven. En hij gehoorzaamde aan die waarheid en hij ging in praktijk brengen waartoe God hem had geroepen. En misschien heb je het ook wel eens gehoord, die uitspraak, getuigen en desnoods met woorden. Maar Noach had een houding en dat heeft mij altijd enorm geraakt. Er staat in dat 7e vers dat hij door de ark de wereld heeft veroordeeld. De mensen hebben hem bezig gezien en in zijn handelen en in zijn wandel kwam iets openbaar dat hij God geloofde en aan de slag ging. En hij de opdracht van God als zijn hoogste doel stelde. En er zijn wellicht mensen geweest die hem voor dwaas verklaard hebben, maar hij ging in de weg van gehoorzaamheid. En in de weg die hij ging veroordeelde hij de wereld, de ongelovige wereld, de spottende wereld. Maar hij ging wel zijn weg. En ik denk dat dat zijn getuigenis was. Getuigen zijn in deze wereld, daar is geen systeem voor, geen methode. Maar het is een levenshouding die op God gericht is. En een leven wat doortrokken is van de gemeenschap en de omgang met God.
door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Die gedachte wilde ik jullie meegeven ter inleiding op deze middag. Let's open up our Bibles to the book of Matthew. Laten we onze Bijbel open doen op een schriftplaats, Matthäus 28. Matthew 28, verse 18. En vers 18. Matthäus 28, vers 18. And Jesus came up and spoke to them, saying, All authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Vers 18 tot en met 20. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende, Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijst al de volken, hen dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En ziet, ik ben met u, al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. Before we get started, let me say, if it's better for the filming to keep everything dark, that's fine, we can keep it dark, but... For preaching, it's better to keep the lights on because I want everyone to be able to look at their Bibles. So whoever's in control of the lights, if you have to keep it that way, that's fine. Voordat we gaan beginnen, wil ik dit nog even zeggen. Als het beter is voor de DVD om de lichten uit te houden, dan is het oké. Maar als dat niet echt nodig is, heb ik liever dat de lichten aan zijn, zodat iedereen mee kan lezen uit zijn Bijbel. Like I said last night, it's like preaching to a train up here. Het is net alsof ik... predikt in een trein hier. Now let's look at our text. Maar laten we onze tekst bekijken. Here we have the Great Commission. Hier hebben we de grote opdracht. Notice that it is not the Great Commandment. En u moet goed zien, het is hier niet de grote opdracht. The Great Commission, obedience to the Great Commission, flows out of the Great Commandment. De grote opdracht vloeit voort. Juist uit deze teksten. You must first of all be a person who loves the Lord your God with all your heart. Eerst wat u moet zijn is een persoon die de Heere God lief heeft met heel uw hart. And you must be a person who has been so transformed that you love your neighbor as yourself. En u moet een mens zijn die zo veranderd is door de genade van God dat u uw naaste lief heeft als uzelf. So to be a true witness of Christ Jesus, you must know God. Om een ware getuige van Jezus Christus zijn, moet u God persoonlijk kennen. You must spend time with him. Moet u tijd met hem ombrengen. And be transformed. En veranderd worden naar zijn beeld. In the West, we have a culture of busyness. In het Westen hebben we een cultuur van maar bezig zijn, druk zijn. And we have carried that over into our Christianity. En we hebben dat ook overgedragen in ons christen zijn. We think that it is spiritual to do many things in the name of Christ. We denken dat het geestelijk is om heel veel bezig te zijn in de dingen van Jezus Christus. But how many of those things actually bear fruit? Maar hoeveel van deze dingen dragen nou werkelijk vrucht? Your greatest need is conformity to Jesus Christ. Uw grootste nood is gelijkvormigheid aan het beeld van de Heer Jezus. And to know his will. En zijn wil te kennen. It requires that you spend time with him. En daartoe moet u tijd met hem nemen. It is that time with Christ Jesus that will make you a fruitful servant. Het is juist die tijd die u neemt met de Heer Jezus Christus die u een vruchtbare dienstknecht maakt van hem. Sometimes we train hunting dogs in my area where I live. Soms trainen we jachthonden in het gebied waar ik woon. A good hunting dog is very active and very strong. Een goede jachthond is heel sterk en heel bezig. It's not hard to teach that hunting dog to go. Het is niet moeilijk om die jachthond te leren om te gaan. What is difficult is to teach him to stand still. Het is veel moeilijker om hem te leren om stil te staan. To listen. En om te luisteren naar to obey. En te gehoorzamen. I have done many things in my ministry.
Ik heb heel veel gedaan in mijn bediening. And especially many things as a young minister. En speciaal toen ik nog erg jong was in mijn bediening. Many of them were fruitless. En vele van die pogingen zijn vruchteloos gebleven. If I could go back in time, als ik terug kon gaan in de tijd, I would spend more time praying. Zou ik veel meer tijd in gebed hebben doorgebracht. More time listening. Veel meer tijd om te luisteren. More time being in the presence of God and being transformed by His Word. Veel meer tijd in de tegenwoordigheid van God en veranderd te worden door zijn woord. Now we look at verses 18 through 20 and we have the Great Commission. En we hebben hier vers 18 tot en met 20, de grote opdracht vinden we hier. We could stay here for 2 weeks and study this passage. We kunnen hier wel 2 weken over spreken. It's full of many truths. Het zijn zoveel waarheden liggen hierin. But I just want to look at a few for a moment. Maar ik wil maar een enkele van eruit halen. First of all, the authority of the one that is sending us. In de eerste plaats de autoriteit, het gezag van degene die ons zendt. Christ has been raised from the dead. De Heer Jezus is opgestaan uit de dood. And this Christ that was crucified, God has made both Lord and Christ. En deze Heer Jezus die gekruisigd is, heeft God beide Heer en zaligmaker gemaakt. He is the king over the entire universe. Hij is de koning van het universum. You should not think that one day Christ will reign. U moet niet denken dat het straks op één dag Christus zal regeren. You should understand that Christ is reigning right now. Maar u moet begrijpen dat de Heer Jezus reeds nu regeert. All kingdoms, all power, all authority has been given to him. Alle koninkrijken, alle autoriteit, alle machten zijn hem gegeven. The nations of this world are like a cut flower. En alle koninkrijken van deze wereld zijn als een afgesneden bloem. And the great kings and leaders of this world are like a cut flower. En al de leiders en de grote mannen van deze wereld zijn als een afgesneden bloemen. You see a beautiful flower and you cut its stem. En je ziet dan een mooie bloem en als je die afknipt, it doesn't die and wilt immediately. Het zal niet gelijk uitvallen en verwilderen onmiddellijk. It looks like it has life. Het lijkt er een tijdje op alsof het leven heeft. But it has been cut off from its source of life. Maar het is afgesneden van zijn bron van leven. And in a few days it will wilt and turn to nothing. En in een aantal dagen zal het verwilderen. That is a description of the greatest powers on the earth today. En dat is een beeld wat de schriften gebruikt over de grootste machthebbers van deze wereld. Whether they be political or spiritual. Of ze nou politieke leiders zijn of geestelijke leiders zijn. Whether they be humanistic or demonic. Of ze nou humanistisch zijn of demonisch. They are a cut flower. Ze zijn allemaal afgesneden bloemen. They have no life in themselves. Ze hebben geen leven in zichzelf. Their power is nothing. Hun kracht stelt niets voor. They are only being used for God's purposes. Ze worden alleen maar gebruikt om Gods uiteindelijke plan uit te voeren. Because as the Bible says in Psalms 2, God has set his king on his holy mountain. Zoals de Psalm 2 zegt, God heeft zijn koning gesteld over zijn heilige berg. And that king is Jesus Christ. En die koning is Jezus Christus. He is the one who sends you out to preach. Hij is degene die u uitstuurt om te prediken. He is the one who sends you out, as it says here, to all nations. En hij is degene die u uitzendt, zoals het hier staat, naar alle naties. To all places. Naar alle plaatsen. No one has the authority to tell you you cannot preach in a certain area. Niemand heeft de autoriteit of het gezag om u te vertellen dat u in een bepaalde plaats of een bepaald gebied niet mag prediken. Because Christ himself has given you authority. Omdat Christus zelf u die autoriteit en gezag gegeven heeft. This is very important. Het is heel belangrijk. It's very encouraging. Het is heel bemoedigend. You see, in order to be a strong witness for Jesus Christ. Om een sterk getuige voor Jezus Christus te zijn. You need a great vision of the power of the Savior who sends you. Hebben we een groot gezicht nodig, een visie nodig van de grote kracht van Hem die ons zendt. If you look at the nations by yourself. Als je zelf zo naar die koninkrijken en de naties kijkt. If you look at your unconverted family members. And compare them to yourself. En als je dan kijkt naar je onbekeerde familieleden en dat vergelijkt met jezelf.
They look like giants and you look like a grasshopper. Dan lijken zij wel reuzen en jij lijkt als een sprinkhaan. They make you afraid. Zij maken jou bang. But when you compare them to your God, they're like grasshoppers. Maar als je ze hen dan vergelijkt met jouw God, zijn zij de sprinkhanen. One time after I was preaching, op een bepaald moment nadat ik gepredikt had, the people became very, very angry. Werden de mensen erg, erg boos op mij. They were really mad. Ze waren echt heel boos. And after I walked out of the building, en toen ik het gebouw uitgelopen was, this young man came up to me. Was er een jonge man die naar mij toe kwam. And he said, "You're the bravest man on the face of the earth." U bent de moedigste man hier op deze aarde. You're not afraid of anything. U bent helemaal bang voor niets. Those people wanted to kill you. Deze mensen zouden u wel willen doden. And you just kept preaching. En u bent maar doorgegaan met uw prediking. You're not afraid of anything. U bent echt niet bang voor iets of iemand. And I said, "No, it's just the opposite." Het is juist het tegenovergestelde. I'm afraid of everybody. Ik ben bang voor iedereen. He said, "What?" Hij zei, "Wat?" I said, "No, really. I'm not very courageous at all." Ik zei, echt waar, het is echt waar. Ik ben niet erg dapper. As a matter of fact, when I get back to my hotel room, I'll probably pass out in fear. En waarschijnlijk als ik zo meteen terug ben op mijn hotelkamer, zal ik in vrees uitbarsten. He said, "Well, then, how did you do that?" En toen vroeg hij mij, maar hoe heeft u dan gepredikt? I gave him this illustration. En ik gaf hem dit voorbeeld. Let's say there are two men standing in front of me. Stel je eens voor, er zijn twee mensen die voor mij staan. One is about this tall. Eentje is zo groot. And weighs about 40 kilos. En weegt ongeveer 40 kilo. His arms are about as big as the pole on this microphone. Zijn armen zijn net zo dik zoals deze standaard van die microfoon. And then there's another man. En er is een andere mens die staat voor mij, een andere man. And he's 2.5 meters tall. En hij is 2,5 meter groot. And he weighs 200 kilos. En hij weegt 200 kilo. And he has muscles even in his ears. En hij heeft zelfs spieren in zijn oren. I look at the little guy. En als ik dan naar die kleine man kijk. And I'm afraid of him. En ik word dan bang. I look at the big guy. Dan kijk ik naar de grote man. I'm more afraid of him. Dan ben ik nog meer bang. And then I told him this. En dan toen vertelde ik hem dit. I've got to make a choice. Ik moet een keuze maken. Am I going to be afraid of those little men? Ben ik bang voor deze kleine man? Or am I going to be afraid of God? Of moet ik bang zijn voor God? Am I going to fear these little men? Moet ik deze kleine mensen, moet ik daarvoor bang zijn? Who can kill my body? Die mijn lichaam kunnen doden? Yes, I am afraid of them. Ja, ik ben bang voor ze. But should I fear God who can kill not only my body but my soul in hell? Maar zou ik niet veel meer God moeten vrezen die niet alleen mijn lichaam maar ook mijn ziel in de hel kan werpen? I fear both of them. Beide heb ik vrees voor. But I fear him more. Maar ik vrees God meer. So see, fear should never stop you when it comes to preaching the gospel. Zo ziet u dat vrees u nooit mag stoppen als het gaat om het prediken van het evangelie. When you see how great God is. Als je gaat zien hoe groot God is. That all the nations of the world are like nothing before him. Dan worden al die naties en koninkrijken en landen als niets voor zijn aangezicht. Then you have the boldness to preach. Dan heb je ook de vrijmoedigheid om te prediken. When you realize that Jesus Christ is the stone cut out of the mountain without hands. Als je begint te beseffen dat de Heer Jezus die uitgehouwen steen is uit de berg. That God throws down upon the kingdoms of this world and utterly destroys them. Die de Heere God neergooit op de koninkrijken van deze wereld en ze volkomen vernietigt. Then you will not fear the nations. Dan zal je de natie en de landen niet vrezen. All authority has been given to me in heaven and on earth. Alle gezag en autoriteit is mij gegeven in de hemel en op de aarde. Go therefore and make disciples. Ga daarom en maak discipelen.
Now many people say the most important thing here is make disciples. Sommige mensen zeggen het meest belangrijke hier is dat we discipelen moeten maken. The main command here is not to go but to make disciples. De belangrijkste opdracht hier is niet om te gaan, om heen te gaan, maar om discipelen te maken. That is true. Dat is waar. But you're not going to make any disciples sitting in your room. Maar je zult geen discipelen kunnen maken als je stil zit in je eigen kamer. You're not going to make disciples if the only thing you do is study theology. En je zult geen discipelen maken als het enige is wat je doet is theologie bestuderen. And you're not going to make disciples if you only sit in the church. En je zult geen discipelen kunnen maken als u alleen maar in de kerk zit. And you're not going to make disciples if all of you young men on Saturday night just go somewhere to hang around with other Christians. En je zult geen discipelen kunnen maken als jullie jonge mensen alleen maar op zaterdagavond wat gaan rondhangen onder christenen. You make disciples because you go. Je maakt discipelen daar waar je begint om te gaan. Where do you go? Waar ga je heen? To men and women who are lost. Naar de mens die verloren is. There is a great need for the gospel in the Netherlands. Er is een grote nood voor het evangelie in Nederland. Go. Ga. There's a great need for the gospel in Western Europe. Er is een grote nood voor het evangelie in West-Europa. So go. Dus ga. There's a great need for the gospel in Asia and Africa and Australia. Er is een grote nood voor het evangelie in Azië, Afrika, Australië. So go. Dus ga. There is a great need for the gospel in the United States, in North America, in South America. Er is een grote nood voor het evangelie in Noord- en Zuid-Amerika. Go. Ga. But according to the will of God. Maar in de wil van God. Again, the Great Commission cannot function unless you are a person who walks with God. Deze grote opdracht zal niet kunnen functioneren tenzij u een man of een vrouw bent die wandelt met God. You must know his will for your life. U moet zijn wil kennen voor uw leven. You must know your giftings. Je moet uw gaven kennen. And you must minister in the power and grace that God has given you. En u moet u dienen in de kracht en de genade die God u geeft. But no matter what you are called to do, you are called to be devoted to the Great Commission. Maar wat je ook doet, u bent geroepen om toegewijd te zijn aan de grote opdracht. It is the great work of God in this world. Het is het grote werk van God in deze wereld. All around us are people dying and going to hell. Overal om ons heen zien we mensen die sterven en op weg zijn naar de hel. There are cities of hundreds of thousands of people where there is no gospel witness. Er zijn steden van honderdduizenden mensen waar er helemaal geen evangelie is. What are you going to do about that? Wat gaat u daaraan doen? Does that keep you awake at night? Houdt u dat wakker 's nachts? Were you disturbed when the United States was attacked and thousands of people were killed in New York? Had u een slapeloze nacht toen duizenden mensen in New York stierven door een aanslag? Did it kind of bother you for a few days? Heeft het u geraakt op een of andere manier een aantal dagen? Well, realize this. Of besef dit. Every day hundreds of thousands of people are dying without Christ. Elke dag sterven er honderdduizenden mensen zonder de Heer Jezus. So cars and new clothing really aren't that important, are they? Zodat onze auto's en onze kleren zijn dus kennelijk niet zo belangrijk. Zijn ze wel? Comfort and ease are not that important, are they? Comfort en gemak zijn dus niet zo belangrijk. Your plans for your life aren't that important, are they? Jouw plannen voor jouw leven zijn dus toch niet zo belangrijk als jij denkt, hè? Your hobbies and your desires aren't that important, are they? Jouw hobby's en jouw verlangens zijn toch niet zo belangrijk. Not when you compare all those things with the great need in the world to preach the gospel. Er is zeker niet als u dat vergelijkt met de grote opdracht om het evangelie in de wereld te verkondigen. Sometimes I see young men who are great athletes.
Soms zie ik jonge mensen die grote atleten zijn, sportief. And they perform in the arena and everyone is applauding. En ze hebben daar hun sportevenementen in de grote stadions en iedereen geeft hun applaus. But I would tell them this. Maar ik zeg ze dit. Leave the vanity of the arena. Verlaat deze leegheid van de stadions. Use your physical strength to walk up and down the Andes mountains. En gebruik jouw lichamelijke kracht om door de bergen heen te lopen. Carrying a 100-pound bag of Bibles on your back. En een zware rugzak met Bijbels te dragen. And preaching the gospel to those who have never heard. En het evangelie te brengen aan hen die er nog nooit van gehoord hebben. If you have gifts, als jij gaven hebt, you have strengths, en als jij kracht hebt, use them for the sake of this great commission. Gebruik ze dan voor deze grote opdracht. Not for the sake of yourself. Niet voor jezelf. The great commission. He says, go therefore and make disciples. De grote opdracht, het zegt hier, ga dan heen en maak discipelen. Now this is where it gets difficult. En daar wordt het nou heel erg moeilijk. I was preaching years ago in a church in Texas. Jaren geleden sprak ik in een kerkengemeente in Texas. And they didn't have a pastor. Ze hadden geen voorganger, geen dominee. After my first sermon, I stepped down from the pulpit. Na mijn eerste toespraak kwam ik beneden aan de preekstoel. And a group of leaders came up to me immediately. En een groep leidinggevende broeders kwam onmiddellijk op mij af. And they said, you need to be our pastor. En ze zeiden onmiddellijk, jij moet onze nieuwe voorganger, onze nieuwe dominee worden. And I just looked at them. En ik keek ze zo eens aan. And I said, are you crazy? En toen zei ik ze, zijn jullie helemaal gek geworden? And they said, what do you mean? Ze zeiden, wat bedoel je? I said, you don't know if I love my wife. Je weet helemaal niet of ik mijn vrouw wel werkelijk lief heb. The point that I was making is, you know nothing about my character. Het punt wat ik hen probeerde duidelijk te maken is, u weet helemaal niets over mijn karakter. U kent mij helemaal niet. Just because I preached one good sermon does not mean that I'm a man of God. Alleen maar omdat ik één goede preek gepreekt heb, betekent nog niet dat ik een man van God ben. The devil's a good preacher. Zelfs de duivel is een goede prediker. You know nothing about me as a disciple. U kent helemaal niets over mij als een waar discipel. You see, it's easy to preach. Het is zo gemakkelijk om te prediken. You tell people things. Je kunt mensen dingen vertellen. I tell you things this week. Ik vertel u dit weekend dingen. But you don't know my life. Maar u kent mijn leven niet. You don't know how I live. U weet niet hoe ik leef. You really don't know anything. U kent mij eigenlijk helemaal niet. So if you just want to be a preacher. Als je alleen maar een prediker wil zijn, that's very easy. Dat is heel gemakkelijk. You show yourself to people 3 times a week and you tell them to do things. En je laat jezelf 3 keer per week aan de mensen zien en je vertelt ze iets. But to make disciples is something very different. Maar om discipelen te maken, dat is wel even iets anders. To make a disciple is to win someone to Christ. Om een discipel te maken, moeten we ze eerst winnen voor Christus. And then to pour your life into them. En dan uw leven uit te gieten in hen. Not merely meeting with them a few times a week and having class. En niet alleen maar een paar keer per week samenkomen en ze echt een soort les geven. But inviting them into your life so that they can see how you live. Maar hen uit te nodigen om binnen te komen in uw leven en te zien hoe je leeft en wie je bent. A disciple is a follower, a learner from Jesus. Een discipel is een volgeling, een leerling van de Heer Jezus. Learning not only from his teachings, but from the way he lives. Niet alleen te leren van wat hij geleerd heeft, maar ook van zijn leven. Paul did the same thing. Paulus deed precies hetzelfde. He said, "Be imitators of me." Hij zei, wees mijn navolgers. We are also told in Scripture to watch the lives of our leaders. En ook de Schriften zegt ons om te letten op het leven van onze voorgangers, onze leiders. To follow their example. En hun voorbeeld te volgen. We don't need to be like Pharisees. We moeten niet zoals de Farizeeën zijn. Remember what Jesus said about them. Weet u nog wat de Heer Jezus over hen zei? They sit in the chair of Moses. Ze zitten op de stoel van Mozes. So listen to what they teach you.
Dus doe wat zij zeggen. But do not be like them. Maar wees niet zoals zij. That's one of the most horrible things that can be said about a preacher, a teacher, or an evangelist. Dat is een van de ergste dingen die over een prediker of een evangelist of wie dan ook een werker in het Gods koninkrijk gezegd kan worden. Listen to what they say. Luister goed naar wat ze zeggen. But don't follow what they do. Maar volg niet hun voorbeeld. Because they do not practice what they preach. Want ze leven niet wat ze prediken. To be a true witness of Jesus Christ. Om een waar getuige van Jezus Christus te zijn. Is not only to share the gospel. Is niet alleen maar om het evangelie te delen. But also to teach those who come to Christ. Maar ook om hen te onderwijzen die tot Christus gekomen zijn. To open your life to them. Om je leven voor hen open te maken. To open your home to them. Om je huis voor hen te openen. Do you realize that one of the qualifications for an elder, a pastor, is that he practice hospitality? Realiseert u zich dat een van de belangrijke dingen voor een oudste, zegt de Bijbel, is dat hij vrij gastvrij is. So you realize if I'm a wonderful Bible teacher. Dus realiseert u zich, misschien ben ik wel een hele mooie en goede Bijbelleraar. But I don't open my house to the people. I don't qualify to be a Bible teacher. Maar als ik mijn huis niet open voor de mensen, ben ik niet een goede Bijbelleraar. Let me ask you a question, Christian. Mag ik u een vraag stellen? Many of you witness to people. Sorry. Many of you witness to people. Vele van u getuigen naar de mensen toe. Many of you possibly teach Bible classes. Vele van u misschien onderwijzen. But would you want to invite those students into your house to see how you really live? Maar wilt u ze ook uitnodigen in uw huis om te laten zien hoe u werkelijk leeft? Those of you who are ministers and who are married, would you want to invite them into your house? U die dienstknechten bent en getrouwd bent, bent u bereid om hen uit te nodigen bij u thuis? To see your marriage? Om te zien hoe uw huwelijk is? To see your relationship with your children? En te zien hoe u omgaat met uw kinderen? You see, being a witness is not just opening up your mouth. Dus een getuige van de Heer zijn is niet alleen je mond open doen. It is conformity to Christ. Het is een gelijkvormigheid aan Christus. That is why it is so necessary for you. En daarom is het zo nodig voor u. To seek Christ in his word. Om de Heer Jezus Christus te zoeken in zijn woord. To seek him in prayer. Om hem te zoeken in gebed. To seek to be like him. En om te zoeken zoals gelijkvormig te worden aan hem. We need to move on. We moeten door. He says, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Ga dan heen, onderwijst al de volken, hen dopen in de naam van de vaders en de zoons en de heilige geestes. And then it says in verse 20, and teaching them to observe all that I commanded you. En dan zegt het, lerende hen te onderhouden alles wat ik u geboden heb. Do you hear what he's saying? Hoort u wat hij zegt? Teach them to obey everything I commanded you. Leren hen te onderhouden alles wat ik u geboden heb. As a pastor. Als een voorganger, dominee. As an evangelist. Als een evangelist. As a Bible teacher. Als een Bijbelleraar. Or as a witness for Christ in the streets. Of als een getuige van de Heer Jezus in de straten. I am not only supposed to teach them. Word ik niet geacht alleen te leren. I am not supposed to just teach them facts about the Bible. Word ik niet geacht om hen alleen feiten over de Bijbel te leren. I am not just supposed to teach them the commandments. Ik word niet geacht alleen de bevelen en de geboden van de Heer te leren. But I am to teach them to obey those commandments. Maar ik word geacht hen te leren deze geboden te gehoorzamen. I am required to teach them how to walk according to the commandments that I give them in the word. Ik word geacht om hen te leren hoe zij moeten wandelen naar deze geboden.
So first of all, I must be a person who obeys the commandments. Dus boven alles moet ik eerst iemand zijn die deze geboden gehoorzaamt. And out of that life I must teach them. En vanuit dat leven ga ik hen dat ook leren. Young person. Jonge mensen. Many of you are so excited about doing evangelism. Velen van u zijn misschien zo opgewonden om dat werk van een evangelist, het evangelisatiewerk te doen. Can you teach them to be obedient as you are obedient? Kunt u de mensen leren gehoorzaam te zijn zoals u gehoorzaam bent? That is why we need to grow in Christ. En dat is waarom we moeten groeien in de Heer Jezus Christus. And it says here, he says, and I am with you always, even to the end of the age. En het zegt hier, en ziet, ik ben met u al de dagen tot de volleinding der wereld. Now in the English it just says, I am with you always. In het Engels staat er alleen maar, ik ben met u altijd. But in the Greek, it says, I am with you all the days. En maar in het Grieks staat hier, ik ben met u al de dagen. That's very important. Dat is heel belangrijk. When you hear that Jesus is with you always, it doesn't mean as much as I will be with you every day that you do this, every day that you walk with me. In het Engels is er dus een verschil. En er is dus een duidelijk verschil. Dus als de Heer Jezus zegt, ik ben al die tijd met je. Of dat Hij zegt, ik ben elke dag altijd in alle dingen met je. He will never leave you. Hij zal je nooit verlaten. Never forsake you. Hij zal u nooit in de steek laten. He will be with you every day. Hij zal er altijd zijn, elke dag. In every circumstance. In elke situatie. How many of you have ever read the poem called Footprints? Wie heeft ooit het gedicht gelezen De Voetstappen? Okay, good. Now, the guy is walking on a beach. Dus daar zie je dus iemand op het strand lopen. And good times in his life flash before him. En de goede tijden uit zijn leven die komen voor hem. And when that happens, he sees two sets of footprints. En als dat gebeurt, ziet hij twee grote voetstappen. Him and Jesus. Hij en de Heer Jezus. But in the bad times, maar in de slechte tijden, he only sees one set of footprints. Ziet hij nog maar één paar voetstappen. And so he thinks Jesus is not with him. En hij dacht, de Heer Jezus is niet met mij geweest in deze periode. So he asked the Lord, why did you leave me during the bad times? Zo, hij vraagt aan de Heer, waarom heeft u mij verlaten in juist die moeilijke tijden? And the Lord says, it was then that I carried you. Het was, en dan zegt de Heer tegen hem, nee, het was juist toen dat ik jou gedragen heb. That's just really dumb. Dat is werkelijk zo. It's not true. It's not true. Oh, het is niet waar. It's really, really dumb. It really is. Het is gedaan. Het is klaar. Het is af. It. Dumb. Wrong. Bad. Oh, wrong. Okay. Het is werkelijk dus niet waar. It really is. Listen to me, believer. Luister naar mij, gelovige. There's always only been one set of footprints in the sand. Er is altijd maar één paar voetstappen in het zand geweest. And they've always been his. En het zijn altijd zijn voetstappen geweest. Because he's always carried you. Want hij heeft jou altijd gedragen. There's not been times when you've needed him more and other times when you've needed him less. Er zijn geen tijden dat u hem wat meer nodig had en andere tijden dat we hem wat minder nodig hadden. He's always carrying you. Hij draagt u altijd. And that is what makes you strong. En dat is wat u sterk maakt. It's him. Het is hem. It's all him. Het is alleen maar hem. You say, well, I'm afraid to witness. En u zegt misschien, ik ben bang om te getuigen. Good. Heel goed. He's not. Hij is het niet. Go with him. Ga met hem. Trust in him. Vertrouw hem. You say I'm weak. En je zegt misschien ik ben zwak. You're supposed to be. Dat moet je ook zijn. He's strong. Hij is sterk. I always tell people. Ik vertel de mensen altijd. That we should be modern day Gideons. Dat we moderne Gideons moeten zijn.
When God wanted to declare war against the Midianites, wanneer God de oorlog verklaarde tegen de Midianieten, he went and found the mighty warrior Gideon. Vond God een machtige strijdman Gideon. No, he went to find the chicken Gideon. Nee, hij vond de bange man Gideon. The most afraid person in all of Israel. Hij vond de man die het meest bang en angstig was in heel Israël. Hiding from the enemy. En die zich verstopte voor de vijand. The smallest of the smallest. De kleinste van de kleinste. And he calls him. En hij roept juist hem. And when Gideon gathered an army, God said to him, it's too big. En toen Gideon een heel leger opgebouwd had, zei God tegen hem, het leger is te groot. And then when he made the army smaller, he said, it's still too big. En toen Gideon het leger wat kleiner maakte, zei God tegen hem, je leger is nog steeds te groot. Why is that? Waarom deed God dat? Because God wants to do a work. Omdat God een werk wilde doen. Through the weakest of people. Door de zwakste mensen. So that everyone will know it was God. Zodat iedereen zal weten, het was God die het deed. It was God. Het was God die het deed. Now, I want us to go to 2 Timothy chapter 3. We gaan naar 2 Timotheus hoofdstuk 3. 2 Timotheus hoofdstuk 3. Second Timothy chapter 3, verse 15. Vers 15. 2 Timotheus 3, vers 15. And that from childhood you have known the sacred writings which are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith which is in Christ Jesus. En dat gij van kinds af aan de heilige schrift geweten hebt die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof het welk in Christus Jezus is. Here it speaks about childhood. Hier spreekt het over ons kindschap. But it doesn't mean teenager. Het betekent hier niet tieners. It doesn't even necessarily mean 7 or 8 year old. Het betekent ook niet noodzakelijkerwijs 7 of 8-jarige. It means baby. Het betekent hier baby's. Little baby. Kleine baby's, kleine kinderen. For you parents, this is a good word. Voor u ouders is dit een goed woord. Do you talk to your baby even though your baby is 1 year old? Spreekt u ook tot uw baby, ook al is hij nog maar 1 jaar oud? Yes, you do. Ja, dat doet u. At least you better be talking to them. Zelfs beter om dat ze inderdaad te doen. Then you also need to be sharing scripture with them. Dan moet u ook de schriften met hen delen. Because the word of God is more important to than your words. Want de schriften en de woord van God zijn meer belangrijk dan de woorden die jij tegen de baby zegt. You say, well, they won't understand. Dan zegt hij, ja, maar dat begrijpen ze toch helemaal niet. Well, they don't understand when you go goo goo gaga, but you keep doing it. Ze zullen je in ieder geval ook niet begrijpen als u zo praat als goo goo gaga. Now, let me tell you something about evangelism. Probably, at least in our culture, the most radical form of evangelism would be street preaching. Ik zal u wat vertellen over evangelisatie. Waarschijnlijk in onze dagen is de meest radicale wijze van evangelisatie is straatprediking. And it is a good form of evangelism. En het is een hele goede manier van evangeliseren. Anytime there's been an awakening, there has been a rise in street preachers. Overal waar er in de geschiedenis een opwekking is geweest, was er ook een opleving in de straatprediking. But the street preacher will tell you something very important. Maar de straatprediker zelf zal u iets heel belangrijks vertellen. That most of the time, the most important part of his ministry is when he steps off the chair or steps off the bench and talks to people one-on-one. Hij zal u vertellen en uitleggen dat het belangrijkste moment, het belangrijkste deel van zijn bediening, is het moment dat hij van zijn stoel of van zijn zeepkistje afkomt en met de mensen gaat praten, 1 voor 1. And then the street preacher changes. En dan wordt de straatprediker ineens anders. From a John the Baptist type prophet, van zo'n type als Johannes de Doper, to a scribe and a teacher in the kingdom of heaven. Verandert hij naar een schriftgeleerde, een wetgeleerde in het koninkrijk van God. When he's standing up preaching, he is bold. Als hij daar op zijn zeepkistje op zijn stoel staat, is hij vrijmoedig. And makes bold statements in love. En hij maakt liefdevolle, maar vrijmoedige opmerkingen. But when he comes down,
Maar als hij naar beneden komt, naar de mensen. And begins to talk with the two or three people that are gathered there. En dan begint te praten met die twee, drie mensen die zich daar vergaderen. He becomes a gentle and a patient teacher. Wordt hij een vriendelijke en een geduldige leraar. This is something that I want you to see. En dit is iets wat ik u wil dat u dit gaat zien. Oftentimes we are too quick in our evangelism. Heel vaak zijn we iets te snel, te vlug in onze evangelisatie. We give someone a tract, talk to them 5 minutes and think we've done our job. En we geven iemand een tractaat, praten nog even 5 minuten met hem en we denken dat we onze taak wel gedaan hebben. And sometimes we're only given 5 minutes. En soms krijgen we maar 5 minuten van de mensen. Sometimes not even that. En soms niet eens dat. But as evangelists, as witnesses, we ought to seek to build relationships with people. Maar als evangelist moeten we zoeken om juist relaties te bouwen met mensen. We ought to seek to be able to sit down and explain them the way more clearly. Moeten we proberen om met de mensen te gaan zitten en hen uit te leggen en de schriften open te maken voor ze. I have a friend who works in Muslim countries. Ik heb een vriend die in verschillende landen werkt. He's a pastor in a Muslim country. In which country? In a Muslim country. Oh, hij is voorganger in een moslimland. I can't tell you his name and I can't tell you where. Ik mag zijn naam niet noemen en ik mag ook het land niet noemen. Few years ago they sent out missionaries from their church and the missionaries were all decapitated. En enkele jaren geleden hebben ze dus zendelingen vanuit hun gemeente uitgezonden en die zijn allemaal alweer gevangen genomen. He has won many, many people to Christ. Hij heeft vele, vele mensen tot Christus mogen winnen. This is what he told me. En dit is wat hij mij vertelde. He said, sometimes it takes 7 months to a year to win one person to Christ. Soms duurt het wel 7 maanden tot 1 jaar toe om 1 iemand voor Christus te winnen. Bible study after Bible study. Bijbelstudie na Bijbelstudie. Counseling and counseling, praying and praying. Raadgeving. Neem me niet kwalijk. En gebed en gebed. He has to invest his life in that person. Hij moet zijn leven investeren in deze persoon. More and more, that is what is going to happen in the West. En dit zal steeds meer nodig zijn hier in het Westen. You're going to have to spend time with people. Je moet tijd gaan nemen met mensen. And instruct them. En hen gaan leren. In the word of God. In het woord van God. Now here's a little statement that will, a little riddle that will help you. Hier is een kleine opmerking, een klein zinnetje, een klein geheimpje wat ik u ga geven. How large a vocabulary do you need to teach a parakeet how to talk? Hoe een groot vocabulaire woordenschat moet u hebben om een parakeet te leren praten? Well, you need to have a larger vocabulary than the parakeet has. U heeft alleen maar een groter woordenschat nodig dan de parakeet heeft. In the same way, Christian, you must know more of the Bible than the person with whom you're speaking. En zo is het ook met u, Christen. U moet gewoon meer van de Bijbel weten dan de persoon met wie u spreekt. I know that many of you are great and wise. Ik weet dat vele van u groot en wijs zijn. I know that wisdom was born with you. Ik weet dat wijsheid samen met u geboren is. And wisdom will die with you. En de wijsheid zal met u sterven. I know that you are full of all great arguments. En ik weet dat u vol goede argumenten zit. And beautiful illustrations. En geweldige voorbeelden kunt geven. And eloquent speech. En u kunt geweldig spreken. Do you want to know what all that is worth? En weet u wat dat allemaal waard is? Zero. Nul. The power of salvation is found in the gospel. De kracht om te behouden vinden we in het evangelie. He says that from childhood you have known the sacred writings. Het zegt hier vanaf uw kind. Van kinds af aan heeft u de schriften leren kennen. Someone had invested in his life. Iemand heeft in dit leven geïnvesteerd. Giving him the scripture year by year. Hem de schriften geleerd jaar na jaar. And he came to know Christ. En zo kwam hij Christus steeds beter, beter, beter leren kennen. The scriptures gave Timothy the wisdom he needed to understand and possess salvation. En de schriften gaven Timotheus uiteindelijk die wijsheid om ook de zaligheid te bezitten.
Sometimes people will come to me and they'll say something like this. Soms komen mensen bij me en zeggen zoiets als dit. Brother Paul, I've been witnessing to my father for years. Broeder Paul, ik heb al jaren ben ik aan het getuigen tegen mijn vader. But he just won't listen. He just doesn't understand. Maar hij wil helemaal niet luisteren. Hij begrijpt er helemaal niets van. What can I say to him? Wat kan ik nog meer tegen hem zeggen? To make him understand. Zodat hij het gaat begrijpen. Do you honestly think that there's some little clever statement that I can give you that will make your father come alive? Denkt u nou werkelijk dat er een of ander slim zinnetje is waarmee u uw vader tot leven kunt maken? Do you honestly think I could give you a very clever argument that would make him understand? Denkt u nou werkelijk dat er dat ik u een of andere hele slimme argument kan geven waardoor hij tot geloof komt? Let me share it this way. Hopefully you'll understand. Laat ik het nog op deze manier tegen u zeggen. It'll be kind of hard to translate. Het zal wel heel moeilijk om te vertalen zijn, let op. Let's say that you're witnessing to someone for 10 years. Stelt u eens voor, u getuigt al 10 jaar tegen iemand. And every time you tell them who God is. En elke keer weer vertelt u wie God is. You tell them about their sin. Vertel je over hun zonde. You tell them that Jesus has risen from the dead. Vertel je dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. They must repent and believe. En zij moeten zich bekeren en geloven. And you've told them that over and over and over. En steeds heb je dat weer herhaald en herhaald en herhaald. But one day you meet with them. Maar op een dag. You tell them about God again. Vertel je weer over God. You tell them about their sin. Vertel je weer over hun zonde. You tell them that Jesus died for them and rose again from the dead. En je vertelt weer dat de Heer Jezus voor hen gestorven is en opgewekt. And then you just happen to say. En dan zeg je. And after he rose again from the dead, he was seen by over 500 witnesses. En dan ineens zeg je, nadat hij was opgestaan uit de dood, is hij door 500 mensen gezien, levend. And the person says, stop. En dan zegt die andere persoon, stop, 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 stop. What did you say? Wat zeg je daar? He was seen by 500 witnesses. Ik zeg, hij werd door 500 andere mensen getuigd. Why didn't you ever tell me that before? En waarom heb je me dat nooit eerder dan verteld? If you would have told me that 10 years ago, I would have repented and believed. Als je me dat 10 jaar geleden verteld had, had ik onmiddellijk me bekeerd en geloofd. You see, that's not going to happen. Maar dat zal niet gebeuren. If you've been witnessing to someone correctly for 10 years, als jij het juiste evangelie hebt uitgelegd voor 10 jaar aan dezelfde persoon, continue witnessing the same thing for 10 years. More. En steeds maar weer steeds hetzelfde evangelie hebt uitgelegd 10 jaar lang. And praying for them. En gebeden hebt voor hen. Because it's not clever arguments. Het is niet hele goede argumenten. It's not giving them more information. Het is niet om hen nog meer informatie te voorzien. It's just giving them the same gospel over and over and over again. Het is alleen maar om datzelfde evangelie weer herhaaldelijk hetzelfde evangelie aan hen te brengen. And answering whatever questions they have with the scriptures. En slechts te beantwoorden welke vraag iemand ook heeft over de Bijbel. Just think about Noah for a moment. Laten we over Noach nadenken. He preached the same message for 120 years. Hij heeft dezelfde boodschap gepredikt voor 120 jaar. Could you see, you know, all of his children are gathered around the breakfast table? Kunt u zich voorstellen terwijl al zijn kinderen daar om de ontbijttafel zitten? And Moses comes down for the Noah comes down for the daily devotion. En Noach komt naar beneden voor de dagelijkse tijd van gebed en studie. And they said, "Dad, what are we going to study today for the daily devotion?" En ze zeggen, "Oh papa, wat gaan we vandaag nou uit de Bijbel leren?" It's going to rain. Het gaat regenen. But Dad, we've had the same devotion for 120 years. Maar papa, dit heeft u nu al 120 jaar gezegd. Dezelfde boodschap. And then he goes out into the street. En dan gaat hij de straat op. People gather around him. En de mensen komen om hem heen staan. Oh Noah, what is the great word from God today? En ze vragen hem, wat is het grote woord van God wat je voor vandaag hebt voor ons? It's going to rain. En hij zal zeggen, het zal gaan regenen. Why do you keep going on over and over? En ze zullen zeggen, waarom blijf je nou maar steeds datzelfde herhalen? Because it's going to rain. En hij zal zeggen, ja, omdat het gaat regenen. That's the gospel preacher. En dat is de evangelieverkondiger. We have one message. We hebben maar één boodschap. We do not have to fix it. We moeten dat niet opknappen of bijlappen. We do not have to make it better. We hoeven het niet beter te maken.
We don't have to change it so that people can understand it. We hoeven het niet te veranderen zodat mensen het beter gaan begrijpen. We just keep preaching it and preaching it and preaching it. We blijven het prediken, prediken en we blijven het prediken. And if we will preach the gospel faithfully. En als wij getrouw dit evangelie blijven verkondigen, God will save people. Zal God ook mensen gaan behouden. You say, but that's kind of boring, isn't it? Maar dat is wel heel erg saai, zeg je misschien. If you ask that question, you don't understand the gospel. Maar als je die vraag in je hart stelt, heb je het evangelie niet begrepen. Let me share with you something about the gospel of Jesus Christ. Laat me iets aan u vertellen over dit evangelie van Jezus Christus. Whether they will admit it or not, most people think this. Of je het nou toegeeft of niet, veel mensen denken zo. That the gospel is like the first baby step to Christianity. Het evangelie is de eerste babystap naar Christendom. And then you go on to different things. En daarna ga je naar heel veel andere onderwerpen. Deeper truths. Diepere waarheden. That's a lie. Dat is een leugen. There is no deeper truth in the mystery of God than the gospel of Jesus Christ. Er is geen diepere waarheid in het geheimenis van God, in het hart van God, dan het evangelie. You are going to understand every verse in the book of Revelation on the day that Jesus Christ comes back. U zult elk vers in het boek Openbaring gaan begrijpen op de dag dat de Heer Jezus Christus weerkomt. But you will spend 1,000 eternities in heaven and you will not even begin to comprehend the greatness of the gospel. Maar u zult misschien wel 1,000 eeuwigheden in de hemel al doorgebracht hebben en nog steeds niet de diepte van dit evangelie van Jezus Christus volledig kunnen begrijpen. It is the first step in Christianity. Is het de eerste stap naar het christendom toe? It is the middle step in Christianity. Het is de middelste stap van het christen zijn. And it is the last step in Christianity. En het is de laatste stap die wij zetten in het christen zijn. It's all about the gospel. Het is allemaal het evangelie. Now, when you are dealing with people, you must learn to use the word of God. En als u omgaat met mensen, zult u moeten leren om het woord van God te hanteren. People do not need your opinion. Mensen hebben niks aan uw mening. They do not need to know what you think. Ze hebben helemaal niet nodig om te weten wat u ervan denkt. They need to know what God has said. Ze moeten weten wat God heeft gezegd. I had a young man call me years ago when I was in Peru. Er was een aantal jaren geleden een jonge man die mij belde of in ieder geval contact met mij zocht. And he said, I want to come to Peru and work with you. En die belde mij en zei, ik wil naar Peru komen om met u samen te werken. I said, how is your knowledge of the scripture? En ik vroeg hem, hoe is uw kennis van de schriften? How is your ability to teach the scripture to others? En ik vroeg hem, hoe kunt u ook goed de schriften uitleggen aan anderen? And he just said, well, I'm not, the scriptures are not really my thing. I just want to come to Peru and give my life away to the people. Ja, nou, de schriften, dat is niet echt mijn gebied. Maar ik wil gewoon naar Peru komen om mijn leven voor de mensen te geven. I said, young man. Ik zei, jongeman. No one here in Peru needs your life. Niemand hier in Peru heeft jouw leven nodig. They need God's word. Ze hebben Gods woord nodig. And they need someone who can open up their mouth and teach God's word. Ze hebben iemand nodig die zijn mond open kan doen en die hen de woorden van God kan verkondigen. Young men always come to me and young women asking, what do I need to do to be a missionary? Heel veel jonge mensen, jonge mannen, jonge vrouwen komen naar mij en die vragen mij, wat moet ik doen om een zendeling te worden? You must personally know the one you want to share. Je moet Jesus persoonlijk Christ. Hem kennen die je wilt delen met die ander. You must give yourself to understanding this book. Je moet je zetten tot het begrijpen van dit boek. This is the only sword you have. Is het enige zwaard wat jij hebt. You say, well, I'm filled with the Spirit. Maar je zegt misschien, ik ben wel vol van de geest. This is the only sword the Spirit has. Maar dit boek is het enige zwaard van de geest. This is the sword of the Spirit. Dit is het zwaard van de geest. If you want a Spirit-empowered ministry, you must use this book. Als u een bediening wil in de kracht van de geest, zult u dit boek, de Bijbel, moeten gebruiken en kennen.
Just real quick on how to become a missionary. Even heel snel, hoe word je een zendeling? First of all, you must be called. Allereerst, u moet geroepen zijn. Second of all, be saturated with the word of God. U moet helemaal doorvochtigd zijn, doorweekt zijn met het woord van God. Do you know what they said? Have any of you ever heard of John Bunyan? Heeft u wel eens gehoord van John Bunyan? Ja, Pilgrim's Progress. Pelgrims reis. They said about him that if you cut him with a knife, ze zeiden als je hem sneed met een mes, he would bleed the Bible. Dan zou hij zelfs de Bijbel uitbloeden. That's the way you and I must be. Zo moeten u en ik zijn. Another thing is you must be filled with the Holy Spirit. Een andere is dat u ten derde dat u vol moet zijn van de Heilige Geest. The moment you are converted, de moment dat u zich bekeerd heeft, you are regenerated by the Holy Spirit. Bent u door vernieuwing wedergeboren door de Geest. And the Holy Spirit dwells in you. En de Heilige Geest woont in u. But you must be sensitive to the Holy Spirit. Maar u moet gevoelig zijn voor de Heilige Geest. You must be careful not to offend the Holy Spirit. Je moet oppassen dat de Heilige Geest niet uitdooft of bedroeft. You must learn to walk in step with the Holy Spirit. Je moet leren om stap voor stap te wandelen met de Heilige Geest, in de Heilige Geest. And you must cry out for greater and greater manifestations of the Holy Spirit in your life. En u moet uitroepen en uitroepen tot God voor grotere uitdrukking, manifestaties van de Geest in uw leven. Greater fillings. Grotere vervullingen. Greater empowerings. Diepere, grotere kracht. Realizing your weaknesses and going away for 4 or 5 days fasting and calling upon the name of the Lord. Je realiseren wat je zwakheden zijn en 3, 4, 5 dagen alleen met God doorbrengen. You cannot truly minister unless it is a Spirit of God empowered ministry. We kunnen geen bediening hebben dan het alleen is als het is in de kracht van de Heilige Geest. And this you should seek always. En dit moet je altijd zoeken. Now, I want to just quickly go to verse 16 of chapter 3 and talk about how to use the word of God not only in witnessing but also in discipleship. Ik wil nu met u gaan naar 2 Timotheüs 3, het 16e vers, daar willen we nog wat over zien. En hoe je het woord van God gebruikt, niet alleen in getuigen zijn, maar ook om iemand te discipelen. Verse 16 and 17 say, all scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, so that the man of God may be adequate, equipped for every good work. Al de schrift is van God gegeven en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust. I want you to notice two things that are extremely important here. Ik wil dat u hier twee dingen ziet die erg belangrijk zijn. It says all scripture is inspired. Het zegt hier aan de allereerste plaats, al de schrift van God is ingegeven, geïnspireerd. In verse 16. Staat in vers 16. Do you believe that? Gelooft u dat? You cannot minister in the power of the Holy Spirit by the word of God if you do not believe the word of God is inspired. U kunt niet het woord van God in de kracht van de Heilige Geest brengen als u niet zelf gelooft dat het woord van God geïnspireerd is. That it is God-breathed. Dat het Gods adem is. That it is supernatural. Dat het bovennatuurlijk is. That it is pure. Dat het dus puur is. The word of God is proven. Het woord van God is volmaakt. Het is bewezen. It is without error. Er staan geen fouten in. If you don't believe that, als u dat niet gelooft, there's very little you could ever accomplish in the kingdom of heaven. Dan is er heel weinig wat u zult bereiken in het koninkrijk van God. But most of you have heard of the doctrine of the inspiration of Scripture. Heel veel van jullie hebben gehoord over de leerstelling dat het schrift is geïnspireerd door God. But have you heard of this doctrine? Maar heeft u ook deze leerstelling gehoord? The doctrine of the sufficiency of Scripture. Maar ook de leerstelling van de genoegzaamheid van de schriften. It's found in verse 17. Dat vind je in vers 17. That the man of God may be adequate, equipped for every good work. Dat de mens van God tot alle goed werk volmaakt wordt toegerust.
What do you need to carry out the Christian ministry? Wat heb jij nodig om de christelijke dienst uit te voeren? A correct and full understanding of Scripture. Een juiste en een volle begrip van de Bijbel. What else do you need? Wat heb je nog meer nodig? Nothing. Niets. You say, well, Brother Paul, should we read books? I mean, there's a book table over there. En misschien zeg je, ja, maar Broeder Paul, we moeten toch ook goede boeken lezen? Er is daar een boekentafel. En... You should read books that help you understand the Scriptures. Je moet alleen die boeken lezen die je helpen om de schriften te begrijpen. You should read books that talk to you about men who live the Scriptures. Je moet boeken lezen over die gaan over mannen en vrouwen die de schriften geleefd hebben. You have got to believe that this book contains everything you need for your ministry. Je moet geloven dat dit boek alles bevat wat jij nodig hebt voor jouw bediening. You do not need psychology. Je hebt geen wetenschap nodig. In any shape, form or fashion. In enige mate of vorm of wat dan ook. You do not need Christian psychology. Je hebt zelfs niet christelijke psychologie nodig. Because that in itself is a contradiction. Want dat is een tegenstelling. You do not need secular anthropology. Je hebt zelfs geen wereldse antropologie nodig. And you most definitely do not need secular sociology. En je hebt zeer zeker niet de wereldse sociologie nodig. All those disciplines were actually began in war against the word of God. Al deze dingen zijn begonnen juist tegen het woord van God. One of the great things that have weakened the gospel proclamation. Een van de dingen die het meest het evangelie verzwakt hebben, is the mixture of psychology and sociology and anthropology with the scriptures. En dat er een mix is gemaakt van psychologie, sociologie en antropologie. They do not mix. Maar ze kunnen niet gemixt worden met de schriften. Most of the counseling books written today in the Christian world. Meeste van de boeken van hulpverlening die vandaag in de christelijke wereld verschijnen. Are nothing more than baptized psychology. Is niet meer en niet anders dan slechte psychologie. Are some of you angry? Zijn sommigen van jullie nu boos op mij? It's true. Het is toch waar. Let me give you an example about counseling the Christian psychologist. Laat me eens even een voorbeeld geven van de counselors van christelijke psychologie. You walk into his office. Hij wandelt zijn kantoor binnen. And he's seated there at his desk with the Bible. En hij zit daar achter zijn bureau met de Bijbel. And he's got a large library behind him. En hij heeft een hele grote bibliotheek achter hem. And you say to him, what? Because everything is about this one question. What is your authority? En alles komt terug op deze ene vraag. Wat is jouw bron van gezag? And he says, well, the Bible is my authority. En dan zal hij u zeggen, jawel, de Bijbel is mijn bron van gezag. And you look up and you say, well, there's a lot of other books up here that aren't the Bible. En je zegt dan tegen hem, maar kijk nou eens achter u. Er is een hele boekenkast vol met andere boeken die helemaal niet over de Bijbel gaan. He says, well, I also use the truths that are found in secular psychology. En dan zal hij u antwoorden, ja, maar ik gebruik ook de waarheden die ik in de wereldse psychologie vind. And then you say, well, I have a question. En dan zeg je tegen hem, ik heb een vraag nu aan u. Regarding secular psychology. Over deze wereldse psychologie. I noticed that you have the three major psychologists. Ik zie dat u de drie grootste psychologen in uw kast heeft staan. You have Freud. Je hebt Freud. You have Rogers. Je hebt Rogers. You have Skinner. En Skinner. All their books. Allemaal boeken. And you use the truth that is found in them. En je gebruikt dus de waarheid die zij daarin geschreven hebben. Yes. Ja, dat doe ik. But here's my question. Maar hier komt nou mijn vraag. Freud says that Rogers and Skinner are both ignorant. Dus de ene Freud zegt dat beide anderen, Rogers en Skinner, eigenlijk helemaal niet weten waar ze over praten. That they're idiots. Dat ze niets weten. That they don't understand anything. Dat ze het helemaal niet weten. And Rogers says that Freud and Skinner are idiots. En Rogers zegt juist die andere twee weten helemaal niet waar ze het over hebben. And Skinner says that Rogers and Freud are idiots.
And so on and so forth. En Skinner zegt, juist die andere twee zijn idioten. So, how do you know which one is right? Nou, vertel me nu maar, hoe weet je nou welke van die drie nou de waarheid spreekt? And he says, well, I take the truth out of Freud, and I take the truth out of Skinner, and I take the truth out of Rogers. Nou, ik doe het zo. Ik neem wat waarheid uit Roger en Skinner en Freud. But do you see what he's doing? Maar ziet u wat hij doet? Now your counselor is the authority. Nou wordt jouw counselor jouw gezag. The psychologist has made himself the authority. De psycholoog heeft zichzelf tot gezag uitgeroepen, tot het bron van gezag. So he has determined what is true about these men. Hij gaat nu bepalen wat waar is van deze mensen. All three of them contradict each other. Alle drie spreken ze elkaar tegen. So he determines which one of these guys is right. En hij gaat nu bepalen welke van deze drie jongens nou gelijk heeft. And then ask him the question. En dan stel ik hem de vraag. Isn't it true that all three of these men hated Christianity? Is het niet waar dat alle deze drie mannen het christendom gehaat hebben? Isn't it true that they all started their disciplines as an option to Christianity? Is het niet waar dat ze hun theorie zijn begonnen juist tegen het christendom? Isn't it true that the major theories in psychology change about every 3 years? En is het niet zo dat alle leerstellingen binnen de psychologie elke 3 jaar weer veranderen? So am I going to go to someone and help them with this? En moet ik nou naar iemand toe gaan en hem helpen met dit soort dingen? One of the most radical things you are ever going to have to believe is that the Bible is enough. Een van de meest radicale dingen die u moet gaan geloven is dat de Bijbel genoeg is. And that's what the Bible says. En dat is ook wat de Bijbel zelf zegt. The man of God may be adequately equipped for every good work. De mens Gods wordt toegerust tot al het goede werk. For every problem. Voor elk probleem. That arises in the life of a man. Die kan voorkomen in het leven van een mens. Now of course the Bible agrees with medicine. Natuurlijk komt de Bijbel vaak overeen met wat men in de medische wereld leert. But medicine is a science. Maar medische wetenschap is een wetenschap. It is to minister to the physical part of a man. Het gaat om het lichamelijk gedeelte van de mens. But the Bible will minister to every spiritual problem in the life of a man. Maar de Bijbel gaat over elk geestelijk probleem dat kan voorkomen in de mens. If you are going to help men, it will be because you are using the scriptures. En als u een mens werkelijk gaat kunnen helpen, dan is het omdat u de schriften heeft gebruikt. Now, I want us to look at 4 things just really quickly. We gaan even heel kort 4 dingen zien hier. It says in verse 16 that the Bible is profitable for 4 things. Dus we lezen in vers 16 dat het schrift van God goed is voor 4 dingen. Nuttig is voor 4 dingen. First of all, for teaching. Eerste plaats voor lering. Why do people perish? Waarom gaan mensen verloren? They perish because of a lack of knowledge. Ze gaan verloren door een gebrek aan kennis. They perish because they have not been taught the right way. Ze gaan verloren omdat ze niet de juiste weg zijn gewezen. According to Jeremiah 9, the most important knowledge that you can have is knowledge of the person and work of God. Volgens Jeremia 9 is de belangrijkste kennis die jij kan hebben, is de kennis van het werk en het woord van God. Let me ask you a question. Mag ik u een vraag stellen? Those of you that have been in church for years. U die hier al jaren in de kerk komt. How many years have you been taught on the attributes of God? Hoeveel jaren bent u al onderwezen over de deugden van God? Can you give me a list of the attributes of God? Kunt u mij een lijst geven van de deugden van God? Have each of those been explained to you? Zijn deze eigenschappen aan u uitgelegd? From your childhood. Vanaf uw kinds af aan. To your adulthood. Totdat je volwassen werd. When was the last time you read a book on the attributes of God? Wanneer was het de laatste keer dat u een boek gelezen heeft over die eigenschappen, die deugden van God? Go into a Christian bookstore. Ga maar eens een christelijke boekwinkel binnen. How many of those books are written about who God really is according to the Bible? Hoeveel van die boeken zijn er nou werkelijk geschreven over wie God werkelijk is volgens het woord van God?
You see, we run around and read all sorts of things and learn all sorts of things, but we don't learn the most important things. We rennen rond en we leren van dit en van dat. We leren van alles, maar we vergeten het allerbelangrijkste. We must be taught. We moeten geleerd worden. Not just how to do certain things in the Christian life. Niet alleen maar hoe we bepaalde dingen moeten doen in het christelijk leven. But who is God? Maar wie is God? What is salvation? Wat is onze redding? What are the works of God? Wat zijn de werken van God? We need knowledge of the scriptures. We moeten kennis hebben van de schriften. Those of you who are married. U die getrouwd bent. How many years were you taught biblical marriage? Hoeveel jaar bent u onderwezen in Bijbels huwelijk? Marriage is about the most important decision in your life. Huwelijk is een van de meest belangrijke beslissingen in uw leven. It's the most important relationship in your life. Het is de meest belangrijke relatie in uw leven. Yet how much have you been instructed out of Scripture regarding marriage? En hoeveel van u zijn onderwezen over Bijbels huwelijkschap? Your children are the most important responsibility that has been given to you. Uw kinderen zijn de meest belangrijke verantwoordelijkheid die u gegeven is. How many years have you been instructed on what the Bible says about children and how to raise them? Hoeveel jaren bent u al onderwezen dan hoe u moet omgaan met uw kinderen en hoe u ze opvoedt? Do you see how little teaching there actually is in Christianity? Ziet u nou hoe weinig lering er eigenlijk is in het christendom vandaag de dag? You young people. Jullie jonge mensen. You young men who are looking for a wife. Jullie jonge mannen die uitzien naar een vrouw. You know, I actually prayed last week that the men who came to this conference, the young men, might some of them might find a wife. Ik heb zelfs afgelopen week gebeden dat sommige van de jonge mannen die hier komen op deze conferentie een vrouw mogen vinden. And after meeting some of you young men, en nadat ik sommige van van jullie heb ontmoet, I can see it's going to take a lot more prayer. Kan ik dus nu begrijpen dat het nog wel heel wat meer gebed kost om dat voor elkaar te krijgen? Young people, how many months and months, maybe even years, have you been instructed by your parents regarding how to search for a wife? Jonge mensen, hoeveel jaren of hoeveel tijd heeft jouw ouders jou onderwezen in hoe een vrouw te vinden voor jouw leven? And what to do with her once you found her? En hoe je moet leven als je eenmaal zo iemand gevonden hebt. You see? Zie je? There's just not a whole lot of Bible teaching out there, is there? Er is niet zo heel veel Bijbel onderwijs meer. We do everything according to what's right in our own eyes. We doen heel veel dingen wat goed is in onze eigen ogen. We need teaching. We hebben lering nodig, onderwijs. But the scripture also is for reproof. Maar de schrift is ook voor weerlegging. This word is extremely important for evangelism. Dit woord is heel erg belangrijk voor evangelisten. And for the Christian life. En voor het christelijk leven. Sometimes it is translated conviction. Soms wordt het hier vertaald met overtuigen. But here's what it really means. Maar dit betekent het werkelijk. It's kind of a legal term. Het is een juridische term. Let's say that you are a criminal. Stel nou eens voor dat hij een crimineel is. And I am the prosecuting attorney. En ik ben de aanklager. In order to send you to prison, om hem naar de gevangenis te kunnen sturen, I'm going to gather all the evidence possible, verzamel ik al het mogelijke bewijsstukken, to prove that you did something wrong, om te bewijzen dat Jacques inderdaad iets verkeerds heeft gedaan, and to prove how bad it was. En ook nog om te bewijzen hoe slecht dat wel niet was. That's what this term means. Dat is wat deze term weerlegging werkelijk betekent. But we're not doing it to condemn someone. Maar we doen het niet alleen om hem te veroordelen. We're doing it to save someone. Maar juist om iemand te behouden. So there's a lost man. Daar is een verloren iemand. And I'm speaking to him. En ik spreek met hem. What am I going to do? Wat ga ik met hem doen? I'm going to gather up all the evidence I can, biblical evidence. Ik ga al het Bijbels bewijs wat ik maar kan vinden bij elkaar brengen. And I am going to teach it to him in such a way as to literally entrap him.
En dan ga ik het op die wijze onderwijzen, zodat ik hem helemaal inpalm als het ware. He has to recognize that he has sinned. Hij moet zich gaan herkennen dat hij degene is die gezondigd heeft. He has to recognize how bad that sin is. Zodat hij gaat herkennen hoe slecht zijn zonden zijn. So I get all the biblical evidence possible. Dus ik ga dat verzamelen, al de Bijbelse bewijzen. And I use it to present before him great and terrible arguments about him. En ik ga het hem presenteren als verschrikkelijke argumenten tegen hem. Until he cannot escape. Totdat hij niet meer kan ontsnappen. He must recognize his sin. Hij moet zijn zonde erkennen. That's one of the first things that has to occur in order for a person to be saved. Dat is het allereerst wat moet gebeuren wil een mens behouden kunnen worden. It's the same way with a believer. Het is hetzelfde met de gelovige. Say that there's a young man in the church who begins to live begins to hang around with ungodly young men. Stel voor er is iemand in de gemeente, een jonge man die gaat een beetje samen groeperen met goddeloze jongelui. As a pastor or as a parent, I don't just go to him and say, what you're doing is wrong, stop it. En als een voorganger dominee of als ouders gaan we niet gewoon naar hem toe en zeggen, ja, maar dat is niet goed wat je doet. I get all the scripture I can find. Maar ik verzamel al de schriftplaatsen die ik maar kan vinden. All the biblical evidence I can find. Al het Bijbelse bewijs wat ik maar kan vinden. To show him he's wrong. Om hem aan te tonen dat hij verkeerd bezig is. To show him how bad his sin is. En om te laten zien hoe slecht zijn zonden zijn wat hij nu doet. And to show him how dangerous the result will be. En om hem te laten zien hoe gevaarlijk het is waar hij nu mee bezig is. And I get him where he cannot escape. En ik probeer hem daar te krijgen in die hoek waar hij niet meer kan ontsnappen. That he must recognize this. Zodat hij het moet gaan onderkennen. The apostle Paul does the same thing. Zo doet de apostel Paulus dat ook. The book of Romans is the closest thing we have to a systematic theology in the Bible. Het boek Romeinen is komt dichtst bij de systematische theologie Paul, van het evangelie. Paul uses the first three chapters to simply trap all men. Paulus gebruikt eenvoudig die eerste drie hoofdstukken om mensen vast te zetten, in een hoek te zetten. Great and mighty arguments about the depravity of man. Grote en machtige argumenten tegen de totale verdorvenheid van de mensheid. So that all men will be trapped. Zodat alle mensen in die hoek staan. So that they will see that they are condemned. Zodat ze gaan onderkennen dat ze veroordeeld zijn. And they will turn to Christ. En naar Christus zich gaan keren. The next word here is correction. Het volgende woord wat we hier lezen, teaching, reproof, correction, is verbetering. Now, this word literally means that when something falls over, you set it back up the way it ought to be. Dit woord betekent letterlijk als iets omvalt, zet jij het weer rechtop neer. Zoals het stond oorspronkelijk. If someone is falling, you grab them and put them back on their feet. Als iemand dus valt, dan help je hem overeind en zet hem weer op zijn voeten. So when we're doing evangelism, we don't just merely convict men of their sin. Dus als we evangelisatie doen, is het niet alleen om mensen te overtuigen van hun zonde, but we help them set back up again. Maar we helpen ze om weer op hun voeten te komen te staan. We put things right. We gaan de dingen weer goed maken. By explaining to them the gospel. Door hen het evangelie uit te leggen. How their lives can be made new. Hoe hun leven vernieuwd kan worden. How their sins can be removed. Hoe hun zonden weggedaan kunnen worden. How they can walk in newness of life. Hoe ze kunnen wandelen in nieuwheid des levens. It's the same way with the Christian. En zo is het ook met de christen. That young man who was going out with ungodly young men. Zoals deze jonge man die weggedreven werd met allerlei goddeloze compagnons. I don't just convict him of that. Ik ga hem niet alleen maar overtuigen van zijn fout. I don't just take that away from him. Ik ga het niet alleen maar van hem wegnemen. But I help him stand up and walk in a way that is right. Maar ik help hem weer op te staan, op zijn voeten te staan en in een weg te wandelen die goed voor hem is. I teach him with the scriptures how to walk in a newness of life. Ik leer hem vanuit de schriften om te wandelen in die nieuwheid des levens. I show him with the scriptures the opportunity of fellowship that he has with godly people. Ik laat hem uit de schriften zien het voorrecht dat hij heeft om gemeenschap te hebben met godvrezende mensen. How to have biblical fellowship. En hoe hij bijbelse gemeenschap kan hebben. And the result of it. En wat het voortbrengt. And then finally there's training.
En laatste les, daar is onderwijzing. Training in the Word of God. Onderwijzing in het woord van God. Paul told Timothy to discipline or train himself with regard to godliness. Paulus vertelde Timotheus dat hij zich moest disciplineren, moest trainen in de weg van de godzaligheid, godvruchtigheid. That's what a Christian is supposed to do. Dat is wat een christen moet doen. You're supposed to be training yourself in godliness. U moet uzelf trainen in godsvrucht. Are you doing that? Doet u dat? It says physical discipline is only of little profit. Lichamelijke training, zegt Paulus, is maar van weinig nut. But godliness has profit in all things. Maar godsvrucht geeft grote winst. Are you training yourself in godliness? Traint u uzelf in godsvrucht? Using the scriptures. En gebruikt u de schriften daarbij? Now I know we've gone on a long time, but let me just quickly share with you how to do that. Ik weet dat we al een hele tijd bezig zijn, maar laten we nog even kort kijken hoe we dat doen. You think about your life for a minute. Denk eens even over uw leven voor een moment. I'll put this in the context of young people. En ik probeer het in de context voor jonge mensen te zetten. Think about where you are in life. Denk eens na waar je nu bent in het leven. You're young, you're single. Je bent jong, je bent alleen. Many opportunities are before you. Heel veel mogelijkheden die voor je liggen. Have you ever just asked yourself, what am I supposed to be doing? En misschien heb je jezelf al eens afgevraagd, wat moet ik nou eigenlijk doen? How am I supposed to live? Hoe moet ik nou eigenlijk leven? This is where training comes in. Hier komt de training aan bod. If you're living in the house of your parents, als je nog thuis leeft in het huis van je ouders, then we have of course honor your father and your mother. Dan hebben we natuurlijk dat gebod: eer uw vader en uw moeder. How many of you know that commandment? Hoeveel van u kennen dit gebod? How many of you have trained yourself in that commandment? En maar hoeveel van u oefenen in dit gebod? Would you want me to ask you to come up here and tell us how you did it? Wil je dat ik jou naar voren roep om te vertellen hoe je dat nou precies doet elke dag dan? Training yourself in that commandment goes something like this. Je oefenen in dit gebod is zoiets als dit. You find out what it means. Je gaat begrijpen wat het betekent. You find out all the things the Bible says about that. Je gaat uitvinden wat de Bijbel er allemaal over te zeggen heeft. You meditate on it. En je hebt erover nagedacht. You memorize it. Je hebt het gememoriseerd. You want it engrafted in you. En je wilt het nu dat het leven wordt binnenin jou. And then you start seeing how it changes your relationship with your mother and father. En dan ga je zien hoe het jouw relatie met je vader en moeder verandert. Your mother says, "Take out the trash." Je moeder zegt misschien tegen je: neem die vuilnisbak mee naar buiten. And you say, "I don't want to." En dan zeg je: nee, dat wil ik helemaal niet. There's where the training starts. Daar begint juist de oefening. You remember those scriptures. De schriftplaats komt weer te binnen. You realize you've sinned against your mother. En je begint je te realiseren dat je gezondigd hebt tegen je moeder. You go to her and apologize. En je gaat naar haar toe en zegt, bied je excuses aan, je vraagt vergeving. You ask God to forgive you. En je vraagt God om te vergeven. And you take out the trash. En je neemt die vuilnisbak mee naar buiten. And you keep doing things like that until it becomes a habit in you. En zo blijf je die dingen herhalen totdat het een gewoonte in je gaat worden. In every situation you begin to ask yourself, how does God tell me to respond? In elke situatie vraag je jezelf af, hoe wil God dat ik reageer? When a trial comes, how should I respond? Wanneer een moeilijke situatie op mij afkomt, hoe moet ik reageren? You begin to train yourself with the scriptures. Je gaat jezelf oefenen op die manier met de schriften. It's not just in your head now. Het is niet meer alleen in je hoofd nu. And it's not just in some super spiritual way in your heart. En het is ook niet in een soort supergeestelijke manier in je hart. But it's coming out in your life. Maar het komt eruit in je leven. Little by little you become conformed to the image of Christ. Beetje bij beetje word je zo gevormd naar het beeld van de Heer Jezus. And you become a witness. En zo word je een getuigenis. Let's pray. Laten we samen bidden.
Father, we thank you for this time and we pray that you would bless your people, that you would work in their lives for their good and for the good of the generations to follow, that you would raise up a godly people here that would have an influence, that would serve the Lord, their God, in their own generation. In Jesus' name, amen.